Welkom bij Breaking News. Met vandaag een uitgebreid verslag over crimineel Harry P. die verdacht wordt van een moord. We schakelen direct over naar onze verslaggever ter plekke. Porter, ben je daar? En wat kan je ons vertellen over de situatie? Nou, Bardo, de misdaad zou gisteravond gepleegd zijn toen het schemerde. Net zoals in alle andere films, zou dat er spectaculairder hebben uitgezien. En wat kan je ons vertellen over de moord? Nou, Bardo, het enige wat bekend is over de moord is dat er een stokje is gevonden. De advocaat van Harry P. zelf liet het volgende weten. Ik kan toveren. Als mensen gemeen doen, pak ik mijn toverstokje en roep ik mijn spreuken. Ik ben de uitverkoren om de wereld te redden. En wat kun je ons vertellen over de moord? Sorry? Nou, was het een volde moord? Volde moord. Oh shit, shit. Hou op, hou op. Voldemort, Voldemort! Juist, wij als Breaking News hebben ook een paar buurtbewoners gevraagd wat zij hebben meegekregen van de moord. Ja, ik heb niks meegekregen van die hele Harry P. shit, die hele moord en zo met dat stokje. Ik denk echt, what the fuck, weet je wel. Pak gewoon je piep maar poppen door het hoofd en einde van het verhaal, weet je wel. What the fuck, dude? Sorry, Harry P. heeft iemand vermoord met een stokje? Moet hij wel heel goed ermee zijn. Ik wil weten dat hij er nog meer mee kan. Met dat stokje van hem. Yes. Harry Potter is dood. Nee, het is niet dood. What the fuck? Er had iemand gemoord? Ja, what the fuck? Harry Potter had mijn locomotief gestolen. Ik was de eerste daarmee. In de Zweite Wereldoorlog. Mijn locomotief. Scheiße! Gisteren vroeg de politie al iedereen alert te zijn op Harry P. Ze gaven het volgende signalement af. Hij is in alle films niet vrolijk. Hij zou zich kinderachtig gedragen. Hij heeft altijd de toverstok bij zich. Hij heeft altijd een bril op. Hij heeft een litteken op zijn voorhoofd. Hij praat altijd over toveren. Hij loopt altijd met twee mensen samen, Ron en Hermeline. Die zijn verliefd op elkaar en die doen altijd veel te moeilijk over in elke film. Dit is zelfs zo erg dat ze na de eerste 6 delen van Harry Potter nog altijd geen verkeering met elkaar hebben. En naar aanleiding van dat signalement zijn er voldoende tips binnengekomen om Harry P. aan te houden. Wij hebben de geweldige eer gekregen om als allereerste met hem een gesprekje te voeren. Ik kan toveren! Ik kan zwijgsteen! Ja! Zwijgsteen! Zwijgsteen! Geef mij een stokje! Geef mij een stok! Ik kan toveren! Bedankt voor het kijken naar mijn uitgebreide verslag. Ik ben Cutter Porter, terug naar de studio. Dankjewel Porter voor je uitgebreide verslag. Dan gaan we nu nog even met z'n allen kijken naar het weer. We kijken naar het weer. En volgende moord, we kijken naar het weer. Oké. Gasten, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Geef deze video een groen duimpje. Deel deze video met al je vrienden via Hives, Twitter, MSN. En met name via Hives. Zet hem op je Hives of stuur hem door naar mensen die heel erg veel van Harry Potter houden. Ja, doe dat. En anders komt Voldemort je opzoeken en je vermoorden. Ja. Dus groen duimpje delen en als je hem echt geweldig vond, doe je hem in je favorieten. En anders komt... Ik stuur Voldemort op je af. Nee, gasten, ik check jullie later. De banja. We kijken nu. Gaan we nu nog even kijken naar. Pokémon, gotta catch him all. We zijn al terug in de uitzending. Oh.